Er was weinig of geen ander verkeer in de Amsterdamse haven en de kranen stonden op de vrije zaterdagmiddag stil toen de havensleepboten opstoomden voor de eerste Nederlandse sleepbotenrally. Het was een grote manifestatie van de Amsterdamse binnenvaart die met deze vlootschouw aandacht vroeg voor de hoofdstedelijke havenbelangen en ook voor betere toegangen en verbindingen voor de haven. De 45 deelnemende schepen drongen door in het hart van de stad, waar ze een rondvaart door de grachten maakten, waarbij de opvarenden hun kennis van scheepvaart en havenzaken en van de historie van de stad konden spuien. Na de tocht door de stad kwam de vloot uit op de Amstel, die heel wat vrijer vaarwater bood. Alle kapiteins hadden de zware tocht goed volbracht en daarmee een goede propaganda gemaakt voor de Amsterdamse haven.